Mijn naam is Verenk, ik ben Dual Career Officer bij Tilburg University. Ik ondersteun studenten die twee carrières hebben. Studie aan de ene kant, topsport of ondernemerschap of artiesten aan de andere kant. Dat is natuurlijk heel pittig om die twee allemaal goed te kunnen combineren. Dus daar willen wij vanuit de universiteit ook graag bij ondersteunen. In deze video laten we ook een topsporter en een ondernemer aan het woord, zodat ze hun verhaal kunnen vertellen hoe ze dat nou eigenlijk hier op de universiteit ervaren. En voordat we dat gaan doen, gaan we eerst even kijken van hoe kan je nou op een goede manier tot de juiste studiekeuze komen. Hoe combineer je nou precies die twee carrières in de praktijk? Nou, daar ga ik je bij helpen. Als oud topsporter denk ik dat ik heel goed in staat ben om met jou mee te denken, goed te kijken naar de weekplanning, te kijken naar wat er allemaal voor nodig is om de twee carrières goed te kunnen combineren. Je gaat natuurlijk af en toe op trainingskamp, je hebt belangrijke wedstrijden. Nou, wat doet dat voor jouw studieprogramma? Daar gaan we samen naar kijken. Het is allemaal maatwerk. En mocht je nou twijfels hebben van, ja, kom ik in aanmerking voor zo'n talentstatus, ja of nee? Neem gewoon contact met ons op, dan gaan we eens rustig om tafel zitten kijken van hey, hoe ziet jouw situatie eruit, ik kom je ervoor in aanmerking. Voordat je dat gaat doen, wil je natuurlijk wel zeker weten van nou, is Tilburg wel de plek voor mij? Dat gaan we nu zien. Ik ben Frank Rijken, ik ben 23 jaar oud. Ik doe topsport turnen en ik studeer bedrijfseconomie aan Tilburg University. Hoi, ik ben Bas, 24 jaar, ondernemer en student aan Tilburg University. Ik vind de combinatie van WO en topsport erg fijn, omdat beide werelden hebben mooie uitdagingen en mooie mensen. En als ik mijn studie met topsport combineer, dan heb ik zowel die uitdagingen als de bijzondere mensen die ik zowel in de topsport als op school ontmoet. Naast mijn onderneming studeer ik ook, omdat ik het belangrijk vind dat ik de dingen die ik wetenschappelijk leer in praktijk kan brengen, maar dan bij mijn eigen onderneming. En ik het toch heel erg in de toekomst belangrijk vind, mocht het nodig zijn, dat ik een papiertje heb. Dit doe ik op Tilburg University, omdat Tilburg University mij de mogelijkheid biedt om naast het flexstuderen ook een heel stuk begeleiding te krijgen. Een stuk begeleiding in hoe ik het allemaal aanpak en hoe ik het allemaal kan rijlen en zeilen met zowel mijn onderneming als mijn studie. En dat vind ik heel erg belangrijk en helpt me heel erg verder.
Toen ik op zoek ging naar universiteiten, toen ben ik bij meerdere universiteiten wezen kijken. Maar wat ik echt waardeerde aan Tilburg University was het enthousiasme van de begeleiding. Ik werd heel prettig ontvangen en ik werd gelijk enthousiast gemaakt voor de studie. En er werd me gelijk verteld welke faciliteiten allemaal werden geboden. En deze faciliteiten, ja, die waren heel prettig voor mij als topsporter. En dat motiveerde mij toch wel om bij Tilburg University te gaan. Als je je universitaire studie met je topsport combineert, dan komen er bepaalde uitdagingen kijken. En soms is het best lastig om deze te overwinnen. Maar met de persoonlijke begeleiding en advies met de opleidingscoördinator en de topsportcoördinator kunnen er allerlei mogelijkheden bedacht worden. En hier is altijd wel een oplossing voor te vinden. Ik ben bijvoorbeeld in januari naar Australië geweest en dat kost natuurlijk geld. En Tilburg University heeft mij financieel ondersteund om die reis en ervaring mogelijk te maken. De faciliteiten die Tilburg University voor mij biedt zijn voornamelijk eigenlijk kantoorruimte in het ondernemerscentrum op de universiteit. Wat heel erg dicht bij de campus zit en dat voor mij heel erg makkelijk maakt om tussen zowel college als kantoor heen en weer te racen. En dat eigenlijk überhaupt mogelijk maakt om beide zowel naast elkaar te kunnen volgen en te kunnen doen. Tilburg University heeft ook een sportcenter waar je allerlei sporten kan beoefenen. En daarbij is er ook fitnessapparatuur. En heb je een keer medische zorg of medische hulp nodig, dan wordt het ook geboden bij het sportcenter op Tilburg University. De combinatie van studie en topsport vergt bepaalde vaardigheden. Zo is het erg belangrijk dat je goed kan overleggen en dat je goed kan plannen. Dat als jij problemen hebt, doordat je bijvoorbeeld in het buitenland zit met een bepaalde reis, dat je dit op tijd aangeeft als dit samengaat met tentamens. Op het moment dat je dit goed aangeeft en dat je redelijk plant en je bent een beetje enthousiast voor je studie, dan is het erg goed te combineren. De twee carrières naast elkaar vallen zeker te combineren. Even afhankelijk natuurlijk van je eigen keuzes die je maakt, maar de faciliteiten hier op de Tilburg University zijn er in ieder geval zo naar dat met het flexstuderen zowel als met de begeleiding, dat het zeker mogelijk is om beide naast elkaar te kunnen doen. Tilburg University vindt het voor mijn gevoel heel belangrijk dat ik mijn studie goed combineer met mijn topsport. En echt enorm veel waarde dat ik ook mijn topsport op heel hoog niveau kan beoefenen. 2 jaar terug had ik bijvoorbeeld een plekje gekregen aan de Wall of Fame in het Tilburg University Sportcenter. En dat is wel een blijk van waardering en dat voelt erg prettig. Ben je nou ook ondernemer? Heb je een idee? Of wil je ook iets starten naast je studie? Schroom er vooral niet om contact op te nemen. De lijntjes zijn nu heel erg kort. Persoonlijke begeleiding is aanwezig. En wellicht zitten wij dan samen binnenkort ook een keer een kop koffie te drinken hier. Zoek jij een plek om je universitaire studie te combineren met je topsport, dan is Tilburg University een hele mooie plek om dat te doen. Wil je hier meer informatie over? Bezoek dan een open dag. Hopelijk heeft deze video al je vragen beantwoord. Mocht dat toch niet zo zijn, neem dan vooral contact met ons op. En ook als je je al wil aanmelden omdat je een talentstatus hier wil krijgen, neem dan ook contact met ons op. Dan gaan we dat in gang zetten. En verder wens ik je heel veel succes in je carrière. En zien we je hopelijk hier snel weer terug.